Emtek Service BV is een dienstverlenend bedrijf op het Emtek Industrie en Business Park. Wij verlenen diensten aan bedrijven op de locatie, maar ook buiten de locatie. Is energieleverancier op het terrein, ook afvalwaterzuivering, heeft een logistieke afdeling en een laboratoriumafdeling en een engineeringafdeling. Onze engineeringsclub is ongeveer 100 mensen groot. We doen aan terreinbeheer, aan gebouwbeheer, maar ook multidisciplinaire projecten, engineeringsprojecten. Het grote probleem was dat wij daardoor eigenlijk het revisiebeheer en het versiebeheer op de documenten, dat we daar snel het spoor bijste waren. Dat we nooit zeker wisten dat we de laatste versie hadden die we gebruikten in onze projecten. Plus dat we de deliverables, dat we die controle daarop ook niet echt goed voor elkaar hadden. Dit is voor ons een zeer interessant project, omdat ook met name de expertise die wij kunnen brengen op het gebied van document management en document control in de volle breedte hebben mogen etaleren. Ja, je kunt je voorstellen dat als je in een Windows Explorer omgeving aan het werk bent, dat elke engineer zijn eigen best practice ontwikkelt. Iedereen werkt op zijn eigen manier het prettigst. Dat is voor document management is dat niet goed. Dat is soms dodelijk, want daarmee voorkom je niet dat fouten zeg maar, toch gecommuniceerd worden met klanten. Hoe zorgen we er nu voor dat we auditeerbaar, aantoonbaar onze kwaliteit in de greep hebben? En dat is de aanleiding geweest om na te denken over hoe je met documenten om moet gaan in algemene zin. Het is wel een meerjarentraject, zo'n veranderingsproces. Je moet daar ook de tijd voor nemen, omdat mensen moeten wennen aan die verandering. Aan de ene kant zeg maar het harmoniseren van werk en aan de andere kant het digitaliseren van werk. Dus vanuit de papieren omgeving naar de digitale omgeving. Dat zijn eigenlijk twee grote stappen die we in één keer gaan uitvoeren op dit moment. Ja, en dat heeft impact, dat is veranderen. En veranderen doet pijn. Soms. We zien onze rol als kader heel duidelijk om ook de klant scherp te houden in de vraagstelling en met name de vraag achter de vraag te stellen om uiteindelijk tot een omgeving te komen waarbij de adoptie door de eindgebruikers in het project de belangrijkste factor om dat ook zo hoog mogelijk te houden. Ik denk dat dat goed is gelukt waarbij we scherpe discussies hebben gehad. Omdat je in database omgevingen werkt moet je die structuur helder gaan krijgen. En afspraken gaan maken hoe je dat wil gaan uitvoeren. En CADAC die ondersteunt daarin in de vorm van sessies, van kennissessies, maar ook van interviewsessies om personeel, ons personeel te bevragen van wat doe je nu en hoe zou je het willen doen. Dus dat is wel een belangrijke rol die CADAC daar heeft gespeeld. Om dat proces te begeleiden, het maken van technische documenten, om dat proces te begeleiden, hadden we toch een redelijk flexibel systeem nodig. En daarmee zijn we uiteindelijk wel bij CADAC terechtgekomen om te kijken dat we zeg maar, en het creatieve proces, maar ook het controleproces, dat we dat goed borgen. We hebben ondertussen ook in Volt de oplossing bedacht voor het beheren van de deliverables. Implementatie van Organize, waarbij we het deliverable proces in een SharePoint-omgeving zullen gaan bijhouden. Door de implementatie van Autodesk Volt beschikt Emtek nu over een beheersbare data management omgeving waarbij alle engineeringsdata wordt beheerd, zodat er sprake is van een duidelijke borging van de werkwijze binnen de Emtek-organisatie en een uniformiteit qua werkwijze binnen projecten die Emtek doet. Uiteindelijk zijn we een ingenieursbureau en op een ingenieursbureau daar worden documenten geproduceerd in allerlei vormen, in tekeningen, maar ook rapporten en andere documentatie. En dat moet je op een goede manier moet je daar de kwaliteit van managen. En dat gaat via het kwaliteitsmanagement systeem. Dus, wij denken dat de Organize ons daarbij gaat helpen om in ieder geval de productie van de technische documenten en de documenten die daarbij horen, om dat in de greep te hebben en te houden ook. Toen we begonnen aan het project hadden we drie afdelingen en drie verschillende werkmethodieken. En soms per afdeling ook nog wel eens verschillende werkmethodieken. Dat is denk ik het grootste succes van dit moment. Dat iedereen geleerd heeft van elkaar wat de beste manier is van werken. Volgende stap is dat wij ook engineeringsinformatie op een automatische manier gaan vrijgeven naar de overige projectpartijen.
Het succes wat er aan gaat komen is denk ik dat ook kwaliteit toetsbaar gaat worden. Dus uiteindelijk dat iedereen kan zeggen nee, documenten die ik geproduceerd heb is gezien door iemand anders en ook goed bevonden door iemand anders voordat ik het verstuurd heb. Ik verwacht dat zeker zeg maar, de verwerking van wijzigingen dat sneller en beter gaat. Dus daar ligt een groot voordeel.